Ze zit nu dik een week opgesloten in huis, Angela de Jong. Sinds vorig weekend heeft het coronavirus me na 2,5 jaar eindelijk te pakken. Ik schrok me helemaal dood toen die test positief werd, want wij zijn allemaal echt ontzettend verkouden thuis en iedereen was continu negatief en nog steeds, ook bij de GGD, alleen moeders is positief. Hoe ervaart Angela het virus? Is ze heel erg ziek? Dat valt wel mee. Verkoudenen in de keel en 2 dagen ontzettend rillerig in de zin dat ik het de hele dag ontzettend koud had, maar ik heb gewoon doorgewerkt en ik houd me op 1,5 meter van mijn gezin en dat is te doen. Het slaat heel erg op mijn stem en op mijn keel. Hoe houdt ze afstand van haar gezin dan? Bijvoorbeeld bij het avondeten? We zitten gewoon aan de eettafel. Een lange eettafel, dus daar zit 1,5 meter tussen. Op de vraag of ze aan tafel zit zoals Vladimir Poetin, die altijd op enorme afstand van zijn gesprekspartner zit, zegt ze, zoiets. Gaat Angela deze week weer uit huis? Ja, natuurlijk. Ik mag in de loop van de week, ondanks dat ik nog steeds een dikke keel heb, weer naar buiten, want dan zijn de 10 dagen voorbij en ben ik volgens de GGD niet meer besmettelijk. Tot slot, gaat ze aangifte doen tegen Linda de Mol na haar soort indirecte doodsverwensing? Nee. Dat vind ik echt zo klein bier. Dat maakt me echt totaal niet uit.